Hallo, welkom bij weer een nieuwe video. Leuk dat jullie allemaal zijn. Yeah! Roeveen. En vandaag gaan wij, weet ik veel wat doen. We gaan wat leuks doen, jongens. Ik heb wat leuks. Wacht, trouwens, helm op. Kinderen en niet kinderen. Draag helm tijdens scooterrijden. Ook al rij je op een motor. Hey, leuk dat jullie allemaal zijn. We gaan vandaag leuke dingen doen. Erg leuke dingen. Ik ben goed voorbereid hierop. Dus hou je pet vast. Want het wordt spannend. Hey, ik zie daar toch wel een lekker mokkeltje staan, hoor, jongens. Ik zie daar toch wel even... Kijk, waar gaat ze heen? Hallo? Hey. Hallo? What the fuck? Hey, jongen! Ah, mijn hoofd! Dat je je poot gepoot hebt. Hey, jongens. Ik heb hier mijn mokkeltje mee. Dat doe ik normaal. Hey, Piet. Ja, hey. Ik wil je voorstellen aan mijn mokkeltje hier. Heb je nog een naam of niet? Ja, zij is het mokkeltje. Zij het mokkeltje. Oké. Mokkeltje. Hey, mokkeltje, we gaan. Oké, ben je er klaar voor? Ja, ik denk het. We gaan vandaag heftige dingen doen, maar eerst moeten we jou even een andere outfit geven, want dit kan echt niet. Oh, ik ben helemaal leuk aangekleed voor jou en dan zeg je dat het lelijk is. Nou, we zien er goed uit. Okay. Maar het is echt, kom eens naast me staan. Je bent echt groot. Hier. Oh, je bent een klein mannetje. Je bent echt groot. Waarom ben je zo groot? Plakkers van makkers, wat hey, wil jij? Hey, pling pling. Jij belde mij. Ja, maar jij belt mij nu. Ja, omdat jij mij belde. Wat ben jij nu? Ik ben met mijn mokkeltje op pad. Je mokkeltje? Mijn mokkeltje, ja. What the fuck is een mokkeltje? Mijn mokkeltje. Hallo, wat vind je van mijn mokkeltje? Dit is mijn mokkeltje, ja. Ik dacht dat ik je mokkeltje was. Ja, ik heb meerdere mokkeltjes hier. Want wat heb jij bij je? Wat heb jij op zak? Een zaklamp. Gewoon meer niet, een zaklamp. Nee, ja, nee, volgens mij niet. Een paar broodjes misschien. Oké, okay. Rini. Ja. Ben je klaar voor echte criminaliteit? Een echte overval? Nee, nou, eigenlijk niet. Jij, pak je zaklamp. Wat ben je, jemig, wat ben jij intimiderend groot, gewoon oprecht. Nu ben ik klein. Deze winkeleigenaar is het reeds overvallen en vertelt mij dat hij geen geld meer over heeft. Oh, dan gaan we andere winkel. Kom op. Oké, ben je er klaar voor? Kijk jij maar of hij geld in zijn kassa heeft. Hetzelfde verhaal. Nou, dan gaan we naar de volgende. Oh! Huh? Oh! Die auto stond er helemaal niet, zag je dat? Ja, ik weet niet, volgens mij struikelt over een steentje. Nee, die lachen niet, bij mij stond er ineens een auto. Waarom ben je nou... Ik help je omhoog! Instappen! Hoe heb jij geen pijn? Jij bent net zo hard gevallen, jij vloog zelfs verder dan ik. Hoe heb jij geen pijn? Ja, ik weet het niet. Oh, hey Max. Oh, hey joh. Ik zat op Dix. Wat doe je? Oh, well. Gast, ja, wat ben je doen? Gozer. Waar kijk je naar? Kun je nog een leuk verhaal vertellen? Spookverhaal. Spookverhaal. Er was eens zo'n eng, slecht YouTube kanaal. Genaamd Rick Force. Oh, ik ben gewoon. Er was eens zo'n geldgierige YouTuber. Genaamd Rick Force. Ik vind het wel hele enge verhalen. Ja, ik ben aan het overvallen of zo. Ja, staat dat niet... er ook? Of? Nou ja, ik ben zo'n blauwe balkje aan het vinden. Oh, ja! Goed zo! Dus er doet een overval, jongens! Yeah. Kom op, Rini! Doorslaan! Pak hem! Sla hem neer zelfs! Geef hem een klap voor zijn bakkes! Hoe vol is je balkje? Bijna. Wil je een hebben? Geef me je geld! Oh, oh! Neem het aan! Neem het aan! Pak het geld! Pak het! Ja! Ik heb het verdiend, staat er. Ja! Ze heeft het nog niet. 2000 euro. Ja, let's go! Stap in! Let's go, we gaan! Overval! Welkom in mijn huis. Ik geef je rondleiding. Hier heb je meloenen. Er is een keer door een agent ingeschoten. Maar als je een keer een meloen wilt, heb je er een. Nou, hier is mijn keuken. Met een mooi recept van Ling Ling. Zijn noedelwinkel. Hier is mijn gaming chair. Dat is meester's zus. Oh, ja. Oké. Okay. Mm-hmm. Verder heb ik hier een hele zachte bank. Zo. Ja, wat vind je ervan? Ja, een beetje kaal, maar best wel leuk eigenlijk. Stap maar. Nee, auw! Oh, god. Max, pak zijn auto. Stap maar in, mokkeltje. Het is een McDonald's auto. Dus. Ja, we hebben een McDonald's auto gestolen. Ik haat het echt. Oprecht. Oh, ik haat het oprecht echt. Wat gebeurt hier al? Ja, baby Only Boys, jongen, dit. Oh my god. Zelfs Wouter is er, jongen. Wacht even hoor. 2 seconden. Ja. Daar komt er nog eentje aan. Kijk! Oh, hey, je weet wat je te doen staat, hè? Zo dan. Ja,
Ja, meestal gaat nog steeds naar disco zwemmen, maar... We hebben ook allemaal die kutschoenen aan, hè? Met die hoge sokken. Iedereen die zelf schoenen. Dat is zo mooi. En weer makkers. Ja. Of vind je trouwens van mijn fiets die ik hier heb geparkeerd? Je fiets... Oh! Wat mooi. Ik had dit eigenlijk al verwacht dat ik hierheen ging, maar ook weer niet. Hoe lang staan we hier ook al? Fucking lang. Ik weet het niet. Dit zijn de goede Drakkenstijden. Let's go! We hebben hem! We hebben hem, jongens! Waar zijn we? Welk danskist is het? Gaat goed, Wouter? Ja. Ik voel me al helemaal verbroederd hier al. Hoi, daar gaan we, jongens. Ja, ja, boys. Ja, daar gaan we. Ja, ja. Meer op de tafel. Nee. Wat hij moet doen? Hier schrik ik wel even van. Don't you know, pump it up. Don't you know, pump it up. Oh, jongen, Max! Ja, deze is leuk. Waarom doen we dit eigenlijk gewoon veel te vaak? Nee, Max. Is dat politie? Ja. Rennen, jongens! Politie, rennen! Rennen! Politie, rennen! Kom deze kant op! Politie, jongens! Er is politie! Er is oprecht politie! Rennen, jongens! Deze kant! Kom! Rennen, boys! Voor de politie? Ja, rennen! Oh, dit werkt! Deze kant! Kom, jongens! Rennen, jongens! Deze kant! Deze kant! Go! Woe! Wow! Hey, plak het! Hey! Nou, leg! Bij Franklin's villa, daar is een nieuwe poolparty aan de gang. We komen erheen. Poolparty. We gaan op de poolparty enteren met stijl. Onderweg. Hey. Oh mijn god. S, snel, shift en S. Het is te laat. Doe even René helpen. Ze weet niet hoe ze moet zwemmen, ze heeft nooit een diploma gehad. Waar is Marcus dus? Gaat het? Ik help je wel uit. Ja, ze weet niet hoe ze moet zwemmen. Shift en S, shift en S, snel. En nu eruit, goed zo. Mooi gedaan. Ik hoor jullie niet. Komt er zo meteen, jongens, op de maat. Wat skipper? Is er weer politie? We hebben gewoon een party. Hoezo is er nou politie hier? Maar dan, ik heb ook nog een nummer van... Hey joh! Wat is er nou, man? Wie vatte? Hey, meneer! Rick, wil je dat? Mokkeltje, dit is voor jou! Hey, even je handen omhoog doen, meneer. Kleren uit. Hoezo? Daarom. Even uitgezet. Hij heeft hem uitgezet. Yes. Vind ik nou wel jammer dat je mij uit hebt gezet. Er mag even zwembad uitkomen. Pretbedervers! Wij krijgen twee meldingen. Iemand. Geluidsoverlast? Dat is nummer 1. Hoezo geluidsoverlast? Er zijn letterlijk... De eerste volgende huis is een kilometer verderop, joh. Daarnaast zijn jullie hier op het huis van Gerard. En hij heeft hier geen toestemming voor gegeven. Wat jammer. Ja, rennen, springen. Wacht, ik moet mijn mokkeltje mee. Mijn mokkeltje. Hé, mokkeltje, kom hier. We ontsnappen. Ja, kom. Springen. Rennen. Van plakken, staan blijven. Hoezo? Ah! Hoezo ik? Nee! Van plakkers, staan blijven! Au! Ah, mijn hoofd! Staan blijven? Nee! Au! Nee! Ah! Hij staat hier niet eens ingeschreven, meneer. Hé, ik ben trouwens Gerard, ik ben altijd welkom bij Gerard, hè. Wat gaan we nou doen? Waarom ben ik nou weer aangehouden? Of meegeworden? Heb jij mij horen zeggen dat je aangehouden bent? Nee, maar ik word wel meegenomen. Ik heb je alleen even beetgehouden, omdat je niet naar me luistert. Ja, dat klopt. Ik ga je nu loslaten. Op het moment dat je vlucht, heb je een probleem. Ja. We kunnen met z'n allen weer terug, boys. Wouter gaat nu weer weg. Nee! Yes, laten we Gerard, ik bind je even vast. Ik vind het ook goed dat we weer komen. Oké, ja. Prima. Ja, hij vindt het nu oprecht goed. Gegeven. I want you in my room. Wat doe jij nou weer, Gerard? Ik ga Gerard gaat het.
rijden. Als ik met mijn mokkeltje ga trouwen hierin, in de stad, wil ik wel babyolieboys inhuren. Ja. Op de trouwerij. Wanneer ga je dat nou ten huwelijk vragen? Dat moet ik nog doen. Dat ga ik plannen. Morgen 200, hij is de stream van een hele bekende streamer. Mag ik dan als DJ spelen met nummers die jij goedkeurt? Ja, met goedgekeurde nummers mag jij op de trouwerij. Ja, dat zou best wel leuk zijn. Jongen, dat gaat de grootste trouwerij ooit worden. Dat moeten we echt al doen. Ja, wacht, ik ga... Wacht. Ik ga het regelen. Wacht. Ik ga het goed regelen. Kom allemaal even in een lijntje staan waar ik tussendoor kan lopen. Dat jullie even allemaal... Een soort tunnel. Ja. Thanks. Een soort tunnel. Ah. Ja, en dan blijf jij... Jij blijft hier staan. Onder de trap. René. We zijn nu al bijna 3 jaar samen. Ja. We kennen elkaar pas 1 dag in Roeveen, eigenlijk. Maar wil jij... Ben ik 2. Wil je met me trouwen, René? Had je geen romantische moment kunnen uitkiezen? Wil je alsjeblieft met me trouwen, René? Mooie rode rozen en zo. Alsjeblieft, ik smeek het je. Ik ben hier met Baby Holy Boys. Prima, ik vind het goed. Kijk, Max. Ja, ze zijn je! Wanneer vlaggen zal het feest? Yay! Gefeliciteerd, Marcus! Dankjewel, jongens! Hey, Marcus, dus je hebt niet gedaan. Mag ik ook je nummer trouwens voordat we gaan trouwen? Ja. Dankjewel, Mees! Je hebt mijn nummer al. Geen probleem, hè? Ik verwacht allemaal een huwelijkscadeau. Ik heb 6.000 euro van Mees gekregen. Ja, verband van de trouwerij, jongens. Huwelijksnacht, boys! Hey, speciaal voor jullie, jongens. Dankjewel, jongens. Jongens, ik wil eigenlijk al cirkel om het huwelijksbed. Wacht, ik heb een vrouw. Au! Hoor je mij überhaupt nog? Au! Dit is een huwelijksnacht, jongens. Hey, oké, jongens, binnenkort trouwerij. Jullie zijn allemaal uitgenodigd als Baby Olie Boys. Nee, er komt een bruiloft aan, jongens. Jullie zijn allemaal uitgenodigd. Er gaan meer mensen aankomen. Dit wordt de grootste bruiloft die jullie ooit hebben gezien. Hey, anders maak je ook gewoon direct kinderen in mijn bed, joh, als je dat wil. Het spijt me. Jij bent echt niet romantisch, hè. Hoe leuk is dit? Jij bent echt stom. Ze is voor de haaien gegooid. Had ik maar nee gezegd. Hoezo dat nou? Hoezo die spijt nou weer? Stap achterop. Ja, is goed. Nee, niet jij. Oh. Ja, je zei het zo lief. Rini, we gaan gewoon trouwen. Ja, lekker mooi romantisch ook geregeld. Kom op, hoe leuk was dit met de boys? Ik ben echt verschrikkelijk, weet je dat? Hoezo? Nou, wat denk je? Hoezo ben ik verschrikkelijk? Ik heb je ten huwelijk gevraagd. Ja, een mooi romantisch moment ook, hè. Ja, met de boys in onderbroek, Baby Holy Boys. Beter moment kan ik niet pakken. Maar we gaan trouwen. Weet je hoe? Dit gaat echt de grootste bruiloft in Roeveen ooit worden. Ik ga ervoor zorgen. Hopelijk geen meme. Nou, ik ga het wel zien, hè. Ik hoef alleen maar een handtekening te zetten. Zo. Zo, kopstoot. Bedankt, hè. Auw! Sorry, dat drinkt me op. Nee, mijn vriendin! Nee! Nee! Mokkeltje! Nee, wat heb je gedaan? We zouden trouwen! Lingling, je gaat echt dood. Zo, ik heb dit gedaan! Lingling heeft eraan gereden. Wouter! Ja, ik hoor je. Mijn mokkeltje is dood. Meneer Lingling? Nee. Op Lokkenpark, kom snel. Ik moet rennen, ik heb geen auto. Ik kom eraan. Nee, ik kan niet doorgaan. Wat een lul. Nee. Dit moet goed komen, wacht. Ik heb vroeger bij de politie gezeten, ik weet precies wat ik moet doen. Mijn toekomstige vrouw. Kom op, Wouter, red het. Ja, graag. Red het, Wouter. Alsjeblieft, Wouter. Kom op, je kan het, Wouter. Kijk, daar komen ze al. 1, 2, je kan het, Wouter. 3, door, Wouter. 5, Retten. 6, kom op, Wouter. 7, 9, 10. Ik help je met duwen. Mond op mond. Nee!